Een verrassende ontwikkeling in een oude moordzaak uit 2005. De moord op Caroline van Toledo in Oostvoorne. Leon van M. zit nu een jaar vast voor die moord. Zijn DNA was gevonden op het stoffelijk overschot van Caroline van Toledo. Zij lag in de kofferbak van haar uitgebrande auto. Maar hoe zeker is het nu dat het DNA van Leon van M. was? Volgens de advocaat van Leon van M. is daar twijfel nu ontstaan door het onderzoek van een tweede deskundige. Als je het tweede onderzoek goed beschouwt, dat er dan geen link is tussen cliënt enerzijds en dan het spoor anderzijds. Ja. OM sprak van een doorbraak in eerste instantie bij het eerste onderzoek. Noemt u dit ook een doorbraak? Dat vind ik wel, ja, want professor Knijf is niet zomaar iemand. Het is toch een zeer belangrijk iemand in de DNA-wereld. En als hij dus daar iets over zegt wat een zo belangrijke conclusie met zich meebrengt, dan vind ik dat ook een doorbraak. De voorlopige vrijlating van Leon van M. zal zeker in Oostvoorne tot gemengde gevoelens leiden. Daar mag hij dan ook niet komen van de rechter. Hij gaat tijdelijk wonen bij een ex-vriendin en dat is in Brielen. Ja, dat heeft de rechtbank ook als bijzondere voorwaarde opgelegd. In de Oostvoorne mag hij dus niet komen. Nou ja, dat is voor hem geen probleem. Dat is ook wel begrijpelijk. Dat snapt hij ook, dat het gevoelig ligt. Dat ligt uiteraard gevoelig en ja, de zaak heeft nog niet een eindoordeel gekregen. Dus ik kan me voorstellen dat de rechtbank daar heel voorzichtig mee omgaat. En hem zegt van, nou ja, dan ga je maar niet naar Oostvoorne toe. Maar je mag wel naar buiten, maar niet naar Oostvoorne. Vind ik op zichzelf genomen geen probleem.